In het Limburgse Echt Susteren ging het mis met de energiegelden. De zaak ging de boeken in als de Sinterklaas-affaire en leidde tot het aftreden van twee wethouders, waaronder Peter Pustjens. Gemeente Echt Susteren, met Joyce, goedemiddag. Ja, wij wilden graag spreken met wethouder Pustjens over de energiemiljoenen. Peter Pustjens is op dit moment niet aanwezig. Hij is er vandaag niet, dat is er nooit op vrijdag. Maar het interview aanstaande maandag, dat ziet het college niet zitten. CDA Peter Pustjens speelde voor Sinterklaas door een plaatselijke fanfare €500 te geven. Ook kreeg een goede bekende en partijgenoot van Pustjens €5000 om een carnavalsfeest te organiseren. Alles bij elkaar werd er €55000 naar het lokale verenigingsleven gesluist, zonder dat de gemeenteraad daarin gekend werd. De handelswijze van de wethouder bleek in strijd met de gemeentewet, de algemene bestuurswet en de grondwet. En is het nog mogelijk om een interview met hem te krijgen? Ze zeggen, wij hebben dat boek al lang gesloten. Dus wij, wat ons betreft gaan we daar verder niet meer op in. Dat is iets waar ze hier lichtelijk een trauma van hebben opgelopen aantal jaren geleden. Dat het inmiddels zeg maar helemaal klaar is, opgelost is, et cetera. En zij zien het niet zitten om dat hoofdstuk weer open te gooien. Want dat was geen fraai hoofdstuk. Wethouder Pustjens moest opstappen. Maar niet voor lang. Hij zit inmiddels alweer stevig in het wethouderszadel. Er is gesjoemeld met het energiedividend. Die wethouders zitten weer. Hoe kunt u garanderen dat er eigenlijk niet weer dingen fout zullen gaan? Nou ja, hij is herkozen. Hij is destijds afgetreden. En is bij de volgende verkiezingen alsnog op de lijst gekomen. En de mensen hebben weer op hem gestemd. En de partij heeft gezegd van hij mag het weer proberen. Dus in zoverre heb je daar gelijk in. Maar dat onderwerp is in ieder geval afgesloten.